Hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Was het echt een haartje in mijn gezicht. Zo irritant is dat. Ik heb me even klaargemaakt en ik heb een nieuwe outfit aan van LA Sisters, waar ik echt super blij mee ben. Ik ga het even zo showen aan jullie. Ik heb mijn nieuwe sieraden om van My Jewelry. Deze ring en deze ketting, waar ik heel erg blij mee ben. En ik heb een nieuwe lipcombinatie. Voor de rest gaan we vandaag echt gewoon aan de slag in huis. We moeten nog wasjes draaien. We moeten gewoon nog heel veel doen. Nessie, de olifant, vertrekt naar Las Vegas. Hij gaat dus dinsdag naar Las Vegas voor een perstrip. En ik ben echt zo jaloers. Hij mocht één iemand meenemen en zijn manager gaat mee. Dus helaas voor mij. Maar ik laat jullie... Wat dan? Oh ja, Nessie gaat voor mij... Wat is dat? Ik heb heel veel... Hoe kom jij hier aan? Voor de clash shirt. Ik heb ook vliegtuigvlag. Kijk, het is echt een merk. Ik ga stuk. Nessim heeft mij dus beloofd dat hij in Las Vegas voor mij naar Sephora gaat en allemaal dingetjes voor me haalt. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik zit inmiddels in de auto bij de tank. Nessim is aan het kletsen hier. Wij zijn dus met twee auto's vertrokken, want we gaan even onze auto's van binnen en buiten even laten schoonmaken. Want het ziet er echt niet meer uit en het is echt zwaar nodig. Dus eigenlijk één grote schoonmaakdag. En ik zit nu al naar het denken, we moeten eten. We dachten aan linzensoep of zo als ontbijt, want we willen graag echt vegetarisch eten. Ja? Ga je mee op nog, hè? Ja? Ik sta nu ondergeparkeerd bij Meram. En ze moest even een paar spullen wegbrengen. Dus ik ben even aan het wachten hier op hem tot hij terugkomt. En dan gaan we lekker een soepje drinken vandaag. Trouwens, vroeger, toen ik thuis woonde, bij mijn ouders dus, toen aten wij gewoon altijd op de vrijdag. Dus één keer per week aten we altijd vegetarisch. En het was echt gewoon super lekker. Ik had echt nooit moeite mee of zo. Ik vond het niet erg om een keer, zeg maar, vlees te laten staan. En wij aten dan gewoon echt standaard linzensoep, courgettenkoekjes, bonen, rijst met kikkererwten, gewoon allerlei salades. Oh ja, aardappelsalade met peterselie en uitjes maakte ze ook altijd. En ik vond het altijd echt heel heerlijk. Ik kon echt genieten van vegetarische eten. En wat ik ook merk is dat ik vroeger, zeg maar, veel meer vegetarisch at, zeg maar. Want zelfs pasta vond ik vegetarisch veel lekkerder. Pizza vond ik vegetarisch veel lekkerder. Maar sinds ik ben getrouwd is het eigenlijk echt gewoon zwaar afgenomen. Want toen ik ging trouwen dacht ik, nou, ga ik dus ook doen. Gewoon één keer per week gewoon vegetarisch eten, koken. Maar Nessie vond dat niet zo heel erg chill. Dus ik had één keer vegetarisch gekookt. En toen zei Nessie van, waar is mijn vlees? En toen dacht ik, oké, gaat hem niet worden. Dat was een beetje het einde van mijn vegetarische maaltijden. Ik heb vanaf toen eigenlijk echt heel veel vlees gegeten. Veel meer dan ooit. En ja, ik wil eigenlijk toch wel weer naar één keer per week vegetarisch eten. Maar dan moet ik Nessie echt even overtuigen. En dat ga ik vandaag doen. Jullie toch, jongens. Nessie heeft één keer naar mijn menukaart gekeken. En hij wil opeens niet meer vegetarisch eten. Ja, vegetarisch eten. Je komt naar een Turk. Ja, het kan. Je kan pide nemen met kaas. Dus je vegetarisch wil eten, moet je Nederlanders gaan. Niet, ze hebben hier ook vegetarisch. Kijk, ik laat jullie zien. Hij liegt, hè. Hij liegt echt. Kijk dan, vegetarisch. Risotto, lasagne, falafel. Wil je geen falafel? Hm? Nou, de eerste maal. Dat gaat nog goed, hè, Nes? Komt dat nu door. Linzensoepje. Lekker met citrona. Citrona, limona. Het is ons gelukt, want na de soep zaten we gewoon vol. En nu hebben we weer een lekker theetje. Ik heb echt tyfus heet in de zon, hoor. Ja? Klaag nog meer in mijn vlog. Klaag, klaag alsjeblieft. Oh, klaag, ja, dat vind ik leuk. Oh, yes. En wat nog meer? Warm. Ja? Zweten. Ja? Mijn auto stinkt. Stress. Stress, stress, veel stress. Wij zijn nu bij Witte de Wit en we gaan hier lekker foto's maken. Nee, ze gaan eerst foto's van me maken. Ik heb een foto gemaakt, weet je dat niet meer? Dan? Waar dan? Met die hoed. Oh ja, ja. En dan ga ik foto's van Nessie maken. Nee, nee, ik wil denk ik geen foto's. Waarom niet? Ik heb deze vest al aangehad op Instagram. Als is de auto van Nessie schoon en is mijne net ingeleverd om schoon te worden gemaakt. Ik heb echt geen zin meer om met Nessie in de auto te zitten. Hij maakt echt letterlijk met iedereen ruzie. Nee. Echt, ik moet gewoon echt van mezelf weten van wanneer ik wil en niet met hem mee ga rijden. Want ik heb hier echt geen zin meer in. Ik ben het proberen over te steken en iemand gaf hem geen ruimte. En hij vond het dan nodig om de komende twee straten dan echt expres zo heel erg langzaam te gaan rijden. Zodat diegene achter hem erop ging rijden. Jij hebt haast? Ik dat ik nog langzaam wil rijden. Sorry, ik vind het zo irritant. Ik denk, rij gewoon door. Mensen doen kinderachtig, dan ken je mij nog niet. Ik ben kind. Ik ben het grootste kind. Ja, oké. Jij wilt kinderachtig doen, ik ben kind. Oh,
irritant. Ik weet niet hoor. Zijn er volgers van mij die ook gewoon agressieve mannen hebben in het verkeer? Want ik kan dit echt niet meer aan. Ik word hier echt zelf zo... Luister dan. 100.000% jouw volgers hebben sowieso een Turkse man of Arabische man. Die is, moet wees er trots op. Ik krijg er echt hoofdpijn van. Ik zeg de hele tijd tegen hem. Laat het gaan. Ga verder met je leven. Maar nee hoor, hij kan het niet accepteren. Hij moet hem 10 keer harder aanpakken. Je moet mijn punten maken. Ga nu richting Bijenkor. En hij heeft best wel mooie foto's van mij gemaakt. Daar ben ik wel blij mee. Leuk, ik snap echt niet waarom ik zo licht ben in dit licht. Want ik ben best wel bruin. Ah, je bruin? I am brownish. Brownish. Brownie. Ik wil een nieuwe lipgloss. Zoiets, maar deze heb ik dus net zelf gemixt. Ik heb letterlijk 3 kleurtjes op om dit zeg maar te bereiken. Maar ik wil zo'n lipgloss halen. Gek. We zijn voor een jas aan het kijken van Nessie. Laat jou nu zien, Nessie. Nessie wil opeens zo'n mega lange jas. Lekker een frikandel. Ik heb een paar leuke dingetjes gehad bij de Bijenkorf. Waar is het niet dan? Laat ik jullie even allemaal straks zien. Oh, heerlijk. Hij ruikt zo lekker van binnen. Hij ruikt naar kauwgom. Oh, ik ben echt happy hiermee. Hoe schoon dan dit ga ik hem niet meer krijgen hoor. Nou jongens, ik ga 1 ding zeggen. 1 dag vega is niet gelukt. Want wij zijn bij een sushi tent. Echt erg dit. En het was Nessim's idee, dat jullie het weten. Maar ik heb dit alvast besteld. En Nessim is even naar het toilet. Oh, deze ziet er goed uit jongens. Dus ik heb een lekkere ijsthee besteld met passion fruit. Ben je zo benieuwd naar? Ja, kijk maar. Ja? Ze hebben hier dus gewoon ijs in de smaak Ferrero Rocher. Ik ga even deze ijs proeven, jongens. Oh, hij is wel heel zoet. Nessie zag dit dus. Ik heb hier dus zo'n nep piercing. Die kun je gewoon zo eraf halen. En Nessie zei dat het echt heel erg lelijk was. Maar ik vind het gewoon echt mooi. Laat me weten in de comments wat jullie van zo'n nep piercing vinden. Ik wil gewoon even checken of ik het echt zeg maar mooi zou vinden als ik het gewoon lang in zou hebben. Want ik heb wel eens zeg maar van die momenten waarbij ik denk van ja, ik wil een piercing. Of ja, ik wil een tattoo. Maar dat ik het na een maand dan echt... zat ben of dat ik het dan opeens niet meer mooi vind of zo. En dat wil ik echt voorkomen. Want ik heb wel eens eerder mijn oor gepierst. Nou, ik heb dus gewoon een tweede gaatje, niks bijzonders of zo. En dan was ik ook gewoon heel snel zat. En toen heb ik het eigenlijk gewoon dicht laten groeien. Zo, ik heb inmiddels mijn make-up eraf gehaald. Ik weet niet waarom, maar de laatste tijd als ik mijn make-up eraf haal, heb ik opeens van die rode ogen. Dus moet ik even kijken of ik hem anders kan reinigen. Volgens mij reageer ik er niet goed op. Ik ben nu Kardashians aan het kijken, maar toen dacht ik heb gisteren dus bonen laten weken en ik vind het heel gezond om te laten staan. Dus ik ga nu gewoon zo laat in de avond nog even fasolia maken voor morgen. Want eigenlijk is het morgen alleen nog maar lekkerder. Dus dat is de planning voor nu. Terwijl ik Kardashians kijk en Nessie is aan het douchen, want hij zit weer sporten. Dus dat is wat ik ga doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben natuurlijk zoals altijd aan het haasten. Ik heb me even snel klaargemaakt. Ik heb namelijk zo een meeting waar ik best wel naar uitkijk. Kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar dat horen jullie misschien later wel of niet. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Zo, dit is mijn outfit. Ik heb weer mijn boehoebroek aan van gisteren. Deze is echt fijn. Hij is lekker oversized. Topje van Lee Sisters. Blazer van de Mango die ik een jaartje terug heb gescoord. Dus het is ook echt heel fijn. Heel mooi stof. En daaronder mijn Adidas schoenen. Love them. Ik hoop niet dat ik zo door de regen moet lopen. Want het regent echt heel hard buiten. Maar ik voel deze outfit echt heel erg. Dus het is ook echt heel erg chill. En heel erg geschikt ook voor meetings. Ik vind blazertjes sowieso altijd heel erg leuk om naar een meeting te dragen. Ik trek echt niet zo lekker in mijn auto. Ik heb laatst hier McDonald's en gegeten. Dus ik ga lekker parfum spuiten. Oeh. Ik ben net klaar met de meeting. Dus inmiddels, 2:15, het valt nog wel mee. Ik dacht dat het iets later was. Nee, leuke meeting gehad. Kan ik binnenkort wat meer over zeggen misschien. We hebben trouwens afgesproken bij Amara Coffee. En zij hebben echt letterlijk de beste koffie ever gewoon. Ik hou echt van hun cappuccino. Echt lekker.
Ik ga even Nessie bellen. Het is vandaag trouwens dierendag. Het is 4 oktober. Dus ik wil echt iets leuks voor mijn katten halen. We hebben echt een heel leuke foto gemaakt gisteren. Want Nessie wil graag een foto van ons posten. Even kijken. Kijk! Wat is deze foto? Onze katten moesten verplicht met ons op de foto. Ik ga stuk. Kijk Dinar. Zij haat haar leven. Maar goed, ik wil dus echt iets voor mijn katten halen vandaag. En ik hoop dat Nessie op tijd thuis is. Dus volgens mij komt hij wel iets later thuis. Maar dan kunnen we iets halen voor hem. Lijkt me echt leuk. Ik ben net thuis. Even alle post opgehaald. Ik heb een leuk pakketje binnen. Even kijken wat ik wou zeggen. Oh ja, ik ben langs de supermarkt geweest. En ik heb even rundvlees gehaald. Want ik had echt zoveel zin in een stoofpotje. Alleen ben ik natuurlijk vergeten hoe fucking lang het duurt voor het... je echt van het stoofvlees krijgt. Het duurt echt minimaal 5 uur of zo. Dus het is nu echt vroeg. Het is nu 4:30. Dus als ik nu gewoon het vlees ga bakken en daarna gewoon laat koken. Dan kan ik rustig aan eigenlijk het huis een beetje schoonmaken. Dingen uitpakken. En oh, ik ben vaatwastabletten vergeten. Fuck, ik moet weer terug naar de supermarkt. Fuck my life. Wat ik ga doen? Ik ga het vlees eerst voorbereiden. Dan laat ik het koken, want hij moet echt 5 uur op vuur blijven. Daarna ga ik naar de supermarkt, vaatwastabletten halen. En that's it. Hallo. Ida, kom maar hier. Kom hier. Hi mama. Ik heb de deur voor jullie open gedaan, maar jullie willen niet naar buiten. Ik heb lekker uitjes gebakken. Ik ben nu vlees aan het bakken. Ik heb het gekruid. En dan gaat hij zo lekker water overheen. En dan lekker laten pruttelen. Zo. Nu even op een zacht vuurtje zetten. En dan ga ik naar Albertijn. Ik kom hier binnen en het ruikt wel super lekker hier. Ik heb net nog een paar dingen gehaald. Ik moest namelijk vaatwastabletten halen. Ik ging kijken en toen waren ze in de aanbieding. 1 plus 1 gratis. Toen dacht ik, oh mijn god, ik moet ook nog koffie hebben. Dus ik ging kijken en toen was koffie ook nog in de aanbieding. Het is echt mijn geluksdag vandaag, jongens. Even alles uitpakken. Deze is het ook echt zo'n handige tip. Ik heb zo'n pakketje gekocht voor groentesoep. Er zitten aardappelen in, uitjes, sperzieboontjes, wortel. En bloemkool zelfs, zo'n mini bloemkool. Maar wat ik hiervan doe, ik maak hier helemaal geen soep van. Maar ik gebruik het gewoon los in mijn gerechten. Elke keer als ik iets maak, dan denk ik, wat voor groente heb ik nog? En dan kan ik het toevoegen. Dus top. Ik ben helemaal niet naar de dierenwinkel geweest. Maar kijk, ik heb een snoepje voor jullie. Ik wil die van Whiskas halen, maar die vinden ze helemaal niet lekker. Dus ik heb gewoon deze gekocht. Kom dan. Kom dan. Oh, ik heb het pakketje van My Jewelry. Uitgepakt. En daar zaten deze 3 kettingen in. Die ik zelf heb uitgekozen. En ik vind ze echt zo mooi. Hierboven is een ketting met de N van Nessie. Hieronder is een M'tje wat je ziet. Maar die staat voor Scorpio. Het is een symbool van Scorpio. En het is echt een van mijn lievelingssymbolen. Dit is een Power Stone. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Een Labradorite of Labradorite. En deze Power Stone die trekt succes aan en creëert balans en trekt ook positieve energie aan. En that's all what I need right now. Dus ik weet mijn kortingscode hiervoor eigenlijk nog niet. Maar als ik deze weet, als jullie deze video kijken, dan zal ik het hier noteren. Rest heb ik ook een blazer gekregen van hem. En deze is van de herfstcollectie. Ik ben benieuwd of deze kleur me eigenlijk staat. Maar het leek me wel mooi met mijn sieraden. Hier dus ook een broek van. Die heeft precies bij pas op de kleur en zo. Alleen ik ben daar veel te klein voor. Dus ik ben daar niet voor gegaan. Dus jullie gaan het niet geloven, maar mijn vlees is gewoon aangebrand. Hoe dan? Ik had er waarschijnlijk te weinig water in gedaan. En toen ben ik even naar de badkamer gegaan. En toen ben ik even nog een beetje gaan opruimen en zo. Toen ook opeens iets verbrand. Toen ging ik kijken en mijn vlees is gewoon van onder helemaal zwart. En het stinkt. Ik ben lekker kippensnitzel aan het maken. Met groenten. Zo. Dit is Nessie's bordje geworden. Lekker hoor. Hola. Lekker hoor.